Hoi allemaal, het is 31 december en sommigen van jullie hebben op Snapchat gezien dat er dan een hele bijzondere video voor jullie aankomt. Want iedereen is natuurlijk bezig met zijn goede voornemens en het is misschien een beetje cliché, maar toch denk ik dat je altijd wel weer inspiratie kunt halen uit de goede voornemens van anderen. En hoe leuk is het om de goede voornemens te horen van jullie favoriete YouTubers. Ik heb namelijk 24, dus met mij erbij 25 YouTubers, gevraagd om hun goede voornemen te delen met jullie. En daar heb ik een video van gemaakt. Dus daar kunnen jullie zo naar gaan kijken. Maar natuurlijk wil ik ook mijn eigen goede voornemen met jullie delen. En het belangrijkste voornemen voor mij is denk ik dat ik mijn tijd beter moet gaan indelen. Zodat ik meer toekom aan de dingen die ik moet doen. Zoals inderdaad meer gaan sporten, mijn school halen. Maar daarbij is het ook heel belangrijk dat ik meer tijd ga vrijmaken voor de mensen die ik lief heb. Want doordat ik mijn tijd niet zo goed indeel, vergeet ik die nog wel eens vaak. Dus ik wil meer tijd maken voor mijn vriend, mijn vriendinnen, mijn familie. En ook heel erg graag wil ik afstuderen dit jaar. Dus dat was even een lange babbel. Maar nu gaan jullie kijken naar alle goede voornemens van andere hele toffe YouTubers. Heel erg bedankt aan iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. En ik hoop dat alle lieve kijkers het heel erg leuk vinden om dit te zien. Heel erg gelukkig nieuwjaar en deel zeker even je goede voornemens hieronder. Doeg! Mijn naam is Annemarie en mijn goede voornemen is om beter op te letten op school. En meer, zeg maar, aandacht tonen aan de les. Hoi, ik ben Laura Portecorvo en ik heb goede voornemens voor 2017. En dat zijn, heel cliché, maar waar. Ik ga echt proberen 3 keer in de week te sporten. Mm. Want ik doe dat niet. Ik doe dat altijd in fase. Weet je wel, even 3 weken heel intensief en dan weer maandenlang niet. Ik wil het nu gewoon volhouden om echt zo'n fit girl te worden. Hoi, mijn naam is Kim Lensen en mijn grote goede voornemen is dat ik mijn eetstoornis overwin in 2017. Hoi, ik ben Carlijn. Hoi, ik ben Merle. En wij gaan in 2017 heel veel nieuwe muziek maken. Ja, sowieso. Daar gaan we ook lekker zelf van genieten en we gaan allemaal dingen doen die we leuk vinden. Ja. Joe. Cheers! Ik ben Nabil van het kanaal Nabil Time en mijn goede voornemen voor 2017 is dat ik mensen ga skippen die het niet waard zijn. Hoi, ik ben Sarah en mijn goede voornemen is om zeg maar net zo dronken het jaar door te gaan als 2016. Ik ben Lies van Wijk en mijn goede voornemen voor 2017 is dat ik ga leren koken. Hoi, ik ben Lilian en mijn goede voornemen is dat ik volgend jaar meer dankjewel moet zeggen tegen mijn vrienden. Het is zoveel voor mij, helpt me overal mee en het wordt een beetje vanzelfsprekend, dus ik moet echt dankjewel zeggen. Dus dankjewel Robin. Hoi, ik ben Sophie en mijn goede voornemen is om meer dingen te doen. Soms heb ik ergens geen zin in en dan denk ik, oh, ik ga het niet doen. En nu moet ik mezelf gewoon motiveren om wel van mijn luie reet af te komen en dingen te doen. Yo, ik ben Bart en ik ben Robin. Dus Robin, samen zijn we Banner en onze nieuwe voornemen voor het komende jaar is om af en toe iets meer vrije tijd te nemen en een beetje te chillen en zo. Vind ik heel goed voornemen. Mijn goede voornemen is nog meer lol te maken eigenlijk. En dat heeft een beetje daarmee te maken. En dan doen we het gewoon samen. Extra hard knallen. Voor met nieuwe dingen. Kanaal. Nieuwe kanaal. Ook bij social, dus dat is helemaal top. Hoi mam. Voor ons kanaal denk ik meer dat we op tijd kunnen uploaden en betere video's kunnen maken. Want af en toe gaat het een beetje fout, maar wel gewoon elke week. En apart zal denk ik zij wat beter leren voor school. Omdat soms dan stel ik het heel erg uit. Ja, en bij mij gezonder eten. Hoi, ik ben Mila Carvalho en mijn goede voornemen is om meer te gaan sporten en gezonder te gaan eten. Hi, ik ben Lieke en mijn goede voornemen zijn dat ik gezonder ga eten, weer meer ga sporten. Een beetje cliché, maar daar wil ik wel aan gaan werken. En een ander goed voornemen van mij is dat ik meer complimentjes wil uitdelen. Ik hou heel erg van complimentjes en ik doe het ook best wel veel, maar ik wil er ook nog meer aandacht aan besteden. Dat zijn mijn voornemens. Hoi, ik ben Gregor en mijn goede voornemens voor 2017, zonder woorden, heel veel plezier hebben, nog meer plezier hebben dan 2017. En iedereen een goed gevoel geven, dat is ook heel belangrijk. Hi, ik ben Sophie van het kanaal Soap en ik heb eigenlijk geen goede voornemens, behalve dat je elke dag opnieuw kan beginnen. Ik ben Jana en ik wil in de eerste maand van 2017 vegetarisch gaan eten. Hoi, ik ben Ines en ik heb als voornemen dat ik meer nee wil gaan zeggen. Ik ben best wel iemand die heel veel mensen wil pleasen en aardig gevonden wil worden, maar dat moet ik gewoon minder gaan doen. Dat is mijn voornemen. Hi, ik ben Nick en mijn goede voornemen is om in 2017 een studie af te ronden. Hoi, ik ben Roos Marijn en mijn voornemen voor 2017 is dat ik mezelf ietsjes meer op de eerste plek moet zetten, wat is toch best belangrijk en het afgelopen jaar heb ik dat gewoon niet gedaan. Dus, that's it. Hoi, ik ben Saskia van het YouTube-kanaal Vetgezellig, Alwin is er even niet. Mijn goede voornemen voor 2017 is meer naar live optredens en festivals gaan, want dat vind ik best wel leuk. En dan ga ik dat heen. Dus wat is het probleem? Waarom doe ik het niet? Nou, dat. Mijn naam is Daan en mijn goede voornemen is om iets minder te drinken en een iets serieuzer leven te beginnen. Hoi, ik ben Nova en mijn goede voornemen is om betere cijfers te halen op school. Hi, ik ben Julia Tan en mijn goede voornemen is gezonder eten en meer trainen. Wij zijn Stel Homo. Hallo. Hallo.
En ons goede voornemen is, mijn in ieder geval. Jouw goede voornemen. Mijn is om gezonder het nieuwe jaar in te gaan en beter voor mezelf zorgen. Mijn goede voornemen is sporten. En dat is elk jaar hetzelfde, al 5 jaar lang. Is gezonder eten, stralendere huid. Stralendere huid? Nee, ik weet niet. Oké, dat is wel goed hoor. Schijt van de mensheid. Ah, top. Jessie Maya. Ja.